Dames en heren, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op DaVinci Games. En we gaan No Limits spelen, aflevering 6. En in deze aflevering gaan we natuurlijk 3 achtbanen besturen. Ik ga ze niet besturen, ik ga erin zitten als een patiënt. En dan gaan we oordelen welke achtbaan het vetst is. En de volgende achtbaan die we gaan spelen, dat is namelijk de laatste die we hadden gespeeld, was de Viper. Nee, het was Vier Mens Park, sorry. En we gaan nu naar de Fascination. Een Antimon Mega Blitzcoaster. Volgens mij is een blitzcoaster eentje die hier rondrijdt. Nou, je ziet het wel na het intro. Okay, people, let's go to work. Blitz, blitz. En No Limits is, zoals jullie weten, een van de realistische rollercoaster simulaties die er op dit moment bestaan. No Limits 2 kan je kopen en is een vrij duur spel, dat moet je wel zeggen. Okay, de Blitz, het was geen draaiende afbaan, maar een lanceercoaster. Awesome. Oké. Okay. Oh jee, we worden gelanceerd in de daling. Vet. Niet zo heel hard, maar dat gaat nu gebeuren. Ik vind het vet dat tot nu toe. Oh, wat een hobbelige baan zeg. Oké. Okay. Oh, die bocht. Wat vreselijk. Oké. Okay. Nou, deze achtbaan was allesbehalve echt soepel. Ik vond de bocht echt vreselijk. Ik zou hier niet graag in willen zitten, zeg maar. Oh, we zijn nog niet klaar zelfs. Oh, dat vind ik dan wel weer speciaal. Oh, die bochten, jongens. Oh. Oh, dood. Oh. Oh my god. Ik hoor storen aan dit, jongen. Jongens, ik vind het idee super cool van deze achtbaan. Ik vind hem echt ontzettend gaaf. Alleen de uitwerking is echt gewoon heel erg niet cool. Ik ga eens even een achtbaan volgen, want echt, kijk, dit was een soepele bocht. Dat is een soepele bocht wat je net zag. En dit vind ik dan minder, weet je. Gaat van de bocht gaat die. Kijk, dit vind ik ook een soepele bocht. Kijk, dit vond ik een hele goede bocht, dit. En dan met die mooie looping. Kijk, dat is stoer. Op het einde was het zo afgeraffeld. Kijk, dit ook. Gewoon een soepele bocht zo. Perfect. Nou, dan krijg je die remmen erin. En dan krijg je hier die enge, smalle bochten. Dat kan je toch... Nee, ik kan dat geen goede achtbaan noemen. Het was een beetje van, oké, we moeten hier een bocht maken. Want anders raakt hij de andere achtbaan, weet je. Maar over het algemeen is het wel een hele grote layout. En een hele compacte achtbaan. Maar Fascination Park is voor mij al gewoon een nee, weet je. Nou, de volgende is Combustor. En Combustor klinkt als een bruine, donkere achtbaan. Een beetje de naam geeft een beetje een beetje donkere tint, krijgt deze achtbaan, denk ik. Ik weet niet zeker, zeg maar gokje, hè? Maar de Viper had ik al goed gerokt, dus misschien dat ik nu ook weer goed zit. Maar over het algemeen zijn de meeste achtbanen niet echt donker weergeven. Altijd met een leuke blauwe kleur, of geel, of een groen, of een rode. En zo ook een rode nu. Zie je het? Dus ik zei niks. Oké. Okay. Het is een hangachtbaan. Dat zien we vrij vaak in No Limits. Maar ja, het is altijd wel leuk om te doen. Oh, heerlijk, zo koud drinken als je dorst hebt. Oh. En ik zie al een looping, dus we gaan sowieso weer loopings krijgen. Ik zie remmen. En we hangen weer lekker met de beentjes. Bungelen we weer los. Dat gevoel dat je bungelt, vooral bij Bobbejaanland had ik dat heel erg bij de achtbaan van... In die vliegtuigjes, weet je wel? Dan zit je met je benen, zit je aan het bungelen. Dat is cool. Dat is vet. En ook weer witte stangen. Ondersteuning en rode achtbaan. Met geel aan de bovenkant. Maar goed, maakt niet uit.
Oké, een hele steile afdaling. Een looping waarschijnlijk. Sowieso. Lekker vaartje. Hou ik van. Leuk. En dan gaan we weer onder de grond. Let maar op. In 3, 2, 1. Plop. Lekker veel loopings. Voor mij hebben we er al een stuk of 4 of 5 gehad. Dan zijn we nog niet klaar. Lekker vaartje erin, jongens. Oh, wauw. Oh, dit vind ik gaaf. Zo heel slow. Ja, zeker weten. Een goede achtbaan dit, jongens. Poffedorie. Lekker soepel. Bochten. Heel soepel. Leuk over de grond zo. Leuke spinning. Water. Mooi einde. Ja, jongens. Ik vind dit gewoon een hele strakke leuke achtbaan. Hij is lekker groot. Maar hij is wel heel soepel. En ik vond het eigenlijk wel veel 10 keer beter dan de vorige. Dus ik denk dat Combustor wel zou kunnen winnen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de laatste achtbaan die we gaan spelen. Dat is namelijk de Goshawk. En dat klinkt ook heel stoer. Goshawk, a powerful and graceful dash through the woods. Ending in a carousel inches above the pictures lake. Klinkt ook heel gaaf. Nou ja. Ik zeg deel 2, nummer 2, maar dat mag nog niet, want ik heb de achtbaan 3 nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd. En jullie moeten ook gaan oordelen aan het eind van deze video. Mogen jullie zeker even gaan oordelen onder in de comments. Zometeen. Ja. Mijn moeder vraagt om een cheeseburger. Dan zeg ik nooit nee. Ook thuis niet doen, hè. Oké, we zitten in een hangachtbaan wederom. Leuke blauwe coaster. Helemaal wit over het algemeen. En heel compact zie ik. En daar hou ik ook wel heel erg van. Leuke thematisatie. Even kijken hoor. Hoe dit gaat. Oh, dit vind ik ook een hele leuke achtbaan. Want het zit in hangkarretjes. Een beetje droomvluchtkarretjes lijken dit. Even kijken. Oh, dit is cool, man. En dan gaan we weer onder een tunnel. Ik vind het een hele leuke coaster. Wauw. Puur door de originaliteit vind ik dit gewoon heel vet. Kijk hoe compact, jongens. Je slingert meer. Oké, laat me deze even bekijken, want ik vond deze echt ontzettend gaaf gedaan. Ook hele mooie thematisatie. En ontzettend leuk uitgevoerd. Even kijken waar dat krappe stukje was. Dat was helemaal achterin. Ook moet je kijken naar de omgeving, jongens. Ah, dit vind ik vet. Ja, ik vind deze sowieso heel vet gedaan. En deze heeft in mijn ogen gewonnen, de Goshawk. Serieus, ik vind het echt heel stoer. Puur omdat dit gewoon een andere achtbaan is dan we gewend zijn. Dan de normale hangende achtbaan met de loopings. Extreem veel, weet je wel. Van kijk, onze loopings hebben, nu zijn we cool. Dus deze achtbaan gaat voor mijn ogen naar de volgende ronde. Laat weten in de comments welke achtbaan jij vet vindt. En dan zie ik je volgende keer in een nieuwe No Limits. En ik wijs heel veel naar jullie. Doei doei!